Een hele goede avond allemaal. Nou, ik denk niet dat jullie hoeven te raden waar wij momenteel zijn. Ik denk dat de tekst het ook wel een beetje verraadt. Het is momenteel druk. Het is, wat is het? Ja, 7 uur geweest. Dus ja, het plein wordt vol. Alles loopt nu langzamerhand het plein op. En zoals Willem Engel van Vuur is Waanzin ook heeft benoemd, loopt nu iedereen het plein op en het wordt steeds gekker en steeds drukker. En als ik zo kijk, komen ze uit alle hoeken en gaten, van de parkeergarages tot alle hoekjes en gaatjes. Ondertussen staat hier ook nog een groepje te demonstreren. Dat is een losse demonstratie die hier niks mee te maken heeft. Daar zie ik wel iets over Europa staan. Maar dan zie ik ook, ik geloof, Armeense vlaggen staan. Ik kan het verkeerd doen, maar het lijken Armeense vlaggen. En ja, zo komt hier alles bij elkaar. Zo is het in één keer druk. We zien ook iedereen aankomen lopen vanuit de terrasjes. Vanuit de andere hoeken. We zien al wat bekende mensen. Mensen die we ook vaak zien in locaties zoals, nou ja, hier eigenlijk. Nou, voor degenen die dus net inschakelen. De Virus Waanzin demo. De pop-up demo, zoals we hem gekscherend noemen. 7 uur zou iedereen het plein op moeten komen lopen. En dat doen ze dus massaal. We praten inmiddels over, ik denk dat we 150 man sowieso al bij elkaar hebben. En er komen nog steeds mensen aanlopen uit alle hoeken en gaten. Want ja, het is 7 uur. En dat was de tijd dat Willem Engel zei dat ze het plein op moeten. De politie is in grote getale aanwezig. Ze zijn al rondom het plein. Ze zijn helemaal om het Tweede Kamergebouw zijn ze aanwezig. En ook aan deze kant zijn ze aanwezig. De marché is natuurlijk aanwezig. Die valt niet te missen hier. En ja, er komt steeds meer bij. Dus dat is best wel een leuk dingetje zo te zien. Oh ja, ik zei inderdaad viruswaanzin, maar het is viruswaarheid. Mijn excuus. Ik blijf een beetje hangen in het verleden. Tot nu toe nog geen Willem Engel gezien. Geen meneer Crispijn en geen Jeroen. Maar ik heb zo het vermoeden dat die zometeen wel aankomen waaien. Ik denk dat die er zometeen ook wel bij komen. Oh, wacht, ja. Nee, ik zie meneer Crispijn zie ik staan. Ik zie meneer Engel ook staan. Kijk, we gaan eventjes die kant uit. Knuffelen en alles wordt hier gedaan. En zo wordt alles hier al netjes aangepakt. En zoals we zien, Willem Engel is aanwezig. Daarachter zien we meneer Crispijn als brunetje aan de kant wil. Ja, die is ook aanwezig. We zien dan nog een bekende. De meneer van de coronadetecteur is er ook aanwezig. Ja, en nou ben ik natuurlijk live. Maar ik zie dat er meerdere lives zijn. Dus mijn live wordt weer gigantisch ondergesneeuwd door de rest natuurlijk. We gaan eens even kijken wat. En zo staan we dus op het plein. Geen noodwet, het mag duidelijk zijn. We gaan even wat hogere positie. Ik ben natuurlijk maar 1,70 meter, dus ik moet even een beetje kijken of ik boven de menigte uit kan komen. Willem Engel is er ook bij. Dag meneer. Alles goed? Zeker. Mooi, mooi. Leuk dat je er bent. En zo worden natuurlijk de foto's ook genomen. Want ook de pers die is in getallen toegestroomd. Het lijkt erop dat de politie, ja, die houdt een beetje afstand. Er zijn 2 commandanten, die komen zo meteen eventjes een babbeltje maken natuurlijk. Ook zijn hier en daar wat hondjes ingezet zo te zien. De hondenbrigade is ook aanwezig. Paarden zijn ook al gezien op het Malieveld. Daar gaan ook al wat video's van rond. Ja, en zo is, zo zijn heel veel mensen zijn hier aanwezig. Jong, oud, iedereen is erbij. Kijk, en zo
Overal de knuffels erbij natuurlijk. En nog steeds komen er mensen aanlopen, zo te zien. Al weet ik niet echt of die erbij horen. Ja, lijkt er wel op. Ja, voor degene die dus net inschakelt, ik zie dat we net de 1000 voorbij zijn. We zijn op het plein bij Willem de Eerste. Willem den Eerste. Voor het Tweede Kamergebouw. Bij de pop-up demo van Viruswaarheid. En ja, daar was een oproep gedaan eerder vandaag. En kon je hierbij niet aanwezig zijn, dan kon je bloemen leggen bij een gemeentehuis. Bananen had ook gekund. Het is natuurlijk nog steeds een bananenrepubliek, dat kunnen we niet ontkennen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Laten we die vooral niet het kanaal bevuilen. Ik zie dat er ook aardig wat mensen met rode lichtgevende hartjes rondlopen. Wat dat betreft is het wel weer een typische viruswaarheid demo. Mevrouw die de kerstlingers van zolder heeft gehaald en de lange neus heeft opgezet. Ja, hoort er allemaal bij natuurlijk. En ja, politie is inmiddels in alle hoeken zijn zij gaan staan. Ook in de hoek daarachter zien we de gele hesjes. En ook hierachter staat het een en ander geels. Dus ze zijn aanwezig. Zo wordt het één grote gezelligheid hier. De marché is aanwezig, politie is aanwezig. Willem Engel is aanwezig. Eigenlijk wordt het één grote gezelligheid hier ook. Ik weet niet wie met de patatkraam deze kant uit komt. Het zou nog wel een leuke stunt staan trouwens. Doe maar niet trouwens, ik denk dat je gezeik krijgt met de lokale horeca hier. Want gek genoeg, de terrasjes zijn helemaal leeg. Ik vraag me af hoe dat zou komen. Zou mogelijk iets te maken kunnen hebben met gisteren. Gisteren is natuurlijk hier ook een ware razzia van de mobiele eenheid geweest. Die hebben iedereen van het terras afgepikt om te kijken of het demonstranten waren en dergelijke. Waren het demonstranten, dan werden zij direct buiten het plein gegooid. Ondertussen zien we ook dat de mobiele eenheid ook aan de achterkant aanwezig is. En die gaan net een beetje meer verspreiden. Hey, goedendag. Alles goed? Goed man. Mooi, mooi, mooi. Ja, en zo wordt natuurlijk ook de linie wordt opgezet. Dat gebeurt natuurlijk gelijk. Kijk, die meneer heeft al een mooie witte roos meegenomen. We worden omsingeld, hè? We worden inderdaad omsingeld. Ja, dat maakt het alleen maar spannender. En ik denk dat ze alleen maar kijken of wij goede dingen in de zin hebben. Voor de rest komt het allemaal wel goed, denk ik. Nou, tot nu toe hebben wij meer mensen dan hun, dus. Het zegt niks, maar het geeft wel een kleine inschatting van hoe en wat. Dus dat is wel een voordeeltje. Dag mevrouw, je bent er ook weer bij. Gezellig. Ja, gisteren had ik geen tijd. Nou, en ondertussen ook de nodige Romeo's alweer gezien. Waar dan? Staan alleen grote. Zo, ze staat tussenin. Ja, kent ze. Je petten op. Petten op. Nee, staan erachter staan ze nu. Ze staan altijd een beetje halverwege middenin, zeg maar. Maar ze zijn er al wel. En het zijn mannen en vrouwen, dus het kan van alles zijn. Dus voor degenen die het net inschakelen, wij zijn bij de Viruswaarheid pop-up demo. Ik heb al viruswaanzin geschreven, geloof ik. Het is de Viruswaarheid pop-up demo. Willem Engel is aanwezig. Meneer Crispijn, Jeroen. Die zijn aanwezig, zoals ze ook hebben aangegeven dat ze zouden zijn. Frank Reusink hoor ik net in mijn oor gefluisterd door de liefste. Er is zelfs een leuke hond is aanwezig. En ook de gele hesjes zijn aanwezig. Hoewel ze niet echt bij die club genoemd willen worden, maar ach. Ik vind het ook zoiets om ze smeres of dergelijke te noemen. Vind ik een beetje een foute naam momenteel. Ze doen nog niks. Ze hebben al in de boel een beetje ingesloten, wil ik niet zeggen. Want iedereen kan in- en uitlopen. Ik denk dat ze gewoon de boel graag een beetje in de gaten houden. Laten we daarop houden. Dus ja. Het wordt ook steeds drukker. Er komen steeds meer mensen komen erbij. Hallo. Hallo. De Roos ook meegenomen. Kijk eens. Kijk. Het bloed wat vergiet is. Het bloed wat vergiet is inderdaad. Ja, precies. Nee, dat heb je mooie. Ja. Ja, er is inderdaad iemand gewond geraakt. Ja. Ja. De mentale oorlog, ja, nee, dat ook. Mentaal kan ook tot bloedvergieten leiden, of ja. Dat leidt al, heb ik al veel geleden.
mentaal kan, ja, inderdaad. Mentaal kan natuurlijk ook heel veel pijn doen. En dat, ja, dat dragen mensen hier natuurlijk ook allemaal uit. Dus er is gehoor gegeven aan de oproep om rozen mee te nemen, om hartjes en dergelijke mee te nemen. En zoals ze zeiden, echt een typische viruswaanzin demonstratie. Maar ik moet zeggen, er zijn ook wel wat andere mensen die ertussen staan die wij kennen van andere demo's. Dus om het echt een typische viruswaanzin demo te noemen, moeten we het ook niet doen. Inmiddels praten we toch wel over 200 man wat op het plein staat. En er zijn ook meerdere mensen die voor een andere demo ook hier staan. Lijkt het. Hm? Dag, alles goed? Goed. Mooi, mooi, mooi. Helemaal uit Friesland? Ja. Oi, oi, oi. Nou, helemaal uit Friesland komen ze zelfs hierheen rijden. Oké, save the slaves, stop the wickedness, stop the devil worship, stop pedophilia, stop mind control, repent to Jesus. Dus ja, red de slaven, stop de gekheid, de waanzin, stop de devil, de duivelaanbidding. Nou, tegen pedofilie. Stoppen van mind control. Nou ja, mind control hoef ik niet uit te leggen. En natuurlijk ook een verwijzing naar Jezus. Ook de meneer van de coronadictatuur is aanwezig met zijn mooie bord. Oh, ik zal even bukken, anders kom ik voor zijn camerabeeld. Ja, en zo wordt het hier met de minuut voller en voller. En ja, dan is het even een kwestie van... hoe en wat. Ondertussen zijn de paarden zijn ook aangekomen. Die zien we daarachter. Zien we daar galopperen. Nou, galopperen. Ik weet niet of het galopperen of draf. Ik kan dat nooit uit elkaar halen. In ieder geval, die hobbelen lekker door. Stappen, hoor ik net. Ik weet niet zoveel van paarden. Behalve onder mijn motorkap of op mijn bord. Maar, oh, daar gaan we 10 volgers. Sorry. Nee, in ieder geval, op het plein in Den Haag. Ik denk dat we nu tegen 200 man aan zitten. Ik denk dat er een kleine 80 man, 70, 80 man politie aanwezig is als ik naar de busjes kijk. Veel zitten natuurlijk veel zitten nog in het busje. Er zijn meerdere busjes ook rondom gesignaleerd. Het Binnenhof is volledig afgesloten. Daar komen we niet tussendoor. Dat zie je aan het begin van deze film, zie je dat. Dus ja, daar komen we niet tussendoor. Er zijn een aantal hondenbrigades zijn erbij gekomen. En dan vraag je af, wat is het doel van deze demo? Nou ja, eigenlijk alles tegen het coronabeleid. De mondkapjes, de vaccinaties. Eigenlijk alles wat je... Maatregelen. Ja, de maatregelen natuurlijk. Eigenlijk alles wat je kan bedenken daartussenin. Daar staan ze hier voor. En gek genoeg zie je niemand hier met een mondkapje. Iedereen heeft volledig vertrouwen in zijn of haar doen. En we gaan dus even kijken of we een beetje een rondje kunnen maken. Een beetje overzicht over het een en ander maken. Dat is ook wel interessant om in de gaten te houden. Die mevrouw is van Daag, van de Vrijheid. Ja, ja. Nou, even het rondje draaien. Politie is aanwezig. Grote getal binnenhof afgesloten. Twee commandanten die staan hier. En zoals ze zegt, een kleine 200 man is aanwezig. Tot zelfs uit Friesland aan toe. Die meneer heeft trouwens wel een hele gave hoed. Ik wil die ook. Ja, dat is natuurlijk wel een hele unieke manier van een boodschap uitdragen. We gaan even kijken of we een beetje... Oh kijk, de eerste roos is al gelegd. Die is al gelegd. Even kijken of we een beetje het overzicht kunnen maken. Aan deze kant is een beetje moeilijk te zien. Even kijken of we er een beetje vooruit kunnen. Kijk toch een beetje overzicht over hoeveel mensen hier zijn momenteel. Ja, en zoals gezegd, viruswaarheid is ook aanwezig. En de terrasjes die zijn compleet leeg, na natuurlijk gisteren. Tenminste, een aantal uitbaters hebben hun terras zo te zien dichtgehouden.
Vanwege de gekte die er gisteren was. Daar wouden ze natuurlijk niet nog een herhaling van hebben. Ondertussen word ik van rechts aangevallen. Dag Marjan, waar is je bril? Dag mevrouw. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, jij ook, maar goed. De knuffelzusters. Ja, en zo is het op Koekamp. Wat is een Koekamp? 15 wagens van de Waagse. Van de Waagse, hè? Je weet wel die bollen. Oké. En we een en al gezelligheid dus. Ik hoor dat er ook nog mensen op het Koekamp staan en ook deze kant eruit komen hobbelen. Die waarschijnlijk eerst even wouden zien hoe het hier zat. Of het echt allemaal op kwam dagen. Want ja, natuurlijk de regen, dat doet ook een hoop. Ja, en zo hebben we toch echt wel de drukte. Geen mondkapje in velden of wegen te bekennen. Nou, en voor degenen die dus net inschakelen, we zijn dus op het plein bij Willem de Eerste, voor het Tweede Kamergebouw, bij de demonstratie van viruswaarheid. Ik blijf altijd waanzin zeggen, dat is een beetje blijven hangen, zeg maar. Mijn excuus daarvoor, want het staat ook verkeerd in de tekst, zeg maar. Dus mijn excuus daarvoor, het gaat natuurlijk om viruswaarheid. Het is natuurlijk ook nog steeds erg waanzinnig hoe het allemaal is, dus ja. Ik denk dat beide namen de boel eer aan doen. En niet alleen een kleine 200 man is hier aanwezig. Ook hebben we afgevaardigden van de Den Haagse mobiele eenheid aanwezig. Die komen ook gezellig kijken. Het binnenhof is afgesloten van beide zijden, zoals ik begreep. De marché die staat voor de ingang van het Tweede Kamergebouw. Oh, ik heb eigenlijk gelogen. Ik zei net dat er geen mondkapjes te zien waren. Even kijken. Kijk, en dat is het best werkende mondkapje van Nederland. Ja, draag gewoon in het openbaar vervoer. Kijk, ideaal. Maar één eis en hij mag niet medisch zijn. Hij mag niet medisch zijn, ja, dat is het. Hij is absoluut niet medisch, dat durf ik heel zeker te zeggen. En ik zie dat er ook nog steeds wat meer mensen bijkomen. Ook nog uit de Lange Poten komen ze weg. Ze komen nog uit de Lange Vijverberg komen ze nog wegwaaien. Dus ja, we noemen het een succes. Willem, noem je het ook een succes? Ja, mooi, hè? Het is gewoon een succes dat er zoveel mensen zijn gekomen. In liefde en in vrede, ondanks de gewelddadigheden gisteren. En ik ben ook blij dat de politie, kijk, ze mogen natuurlijk ook staan met zich als burgers. En dat ze opletten. Ik vind het wel jammer dat ze mondkapjes dragen. Dat is iets waar ik van af wil. Dat vind ik een slechte zaak. Daar zijn ze slecht verstaanbaar en niet identificeerbaar. En dat maakt het... Dat maakt het natuurlijk minder leuk. Het maakt het weer... We komen in een schemergebied. Ja. Dus dit is wel iets waar we voor moeten opletten, maar vooralsnog super mooi dat er zoveel mensen zijn. Ja, mooi hè? En iedereen is in liefde en in vrede. En dit is het voorbeeld van hoe het moet. Dit is inderdaad zoals het moet. Hey, dankjewel. Ja, dat was dus Willem Engel. Ik hoop dat hij goed verstaanbaar was. We vroegen hem even over hoe hij de demo ervaart momenteel. Oh, er is weer eentje herrie aan het maken. Het is de kleinste hier, Max. Ze maakt de meeste herrie. Komen jullie ook allemaal? Je hoort het. Marion zegt ook, komen jullie ook allemaal? Ja, dus even een klein recapje. We vroegen natuurlijk Willem Engel hoe het hier al naar zijn zin is. Of het naar zijn zin is. Of het druk genoeg is voor hem. En nou ja, dat bevestigde hij. Hij zegt, geweldig hoe de opkomst is. Geweldig dat mensen een vrije avond hiervoor opgeven. En toch hier komen om verzet te plegen tegen het beleid van het kabinet. Dat mag natuurlijk wel gezegd worden. Dat verdient ook wel een schouderklopje. Mensen die maken toch eigenlijk hun avond vrij om hier aanwezig te zijn. De mobiele eenheid van politie en de marché hebben daarentegen geen keus. Die moeten hier gewoon aanwezig zijn. Ze mochten ook thuis blijven van de meeste mensen hier, denk ik. Maar ja, de horeca die heeft het zwaar momenteel.
heeft een klein beetje te maken met de razzia's van gisteren. Waar de mensen echt van de terrassen afgetrokken werden. En nou ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ondertussen worden er ook de kaarsjes worden opgeruimd. Ik denk dat ze vanavond toch wat eerder sluiten op het terras hier. Want ook hier de tafeltjes zijn helemaal leeg. De gezelligheid is eraf. Ook daar wordt alles opgeruimd. Of dat op last is van de gemeente of burgemeester, dat weet ik niet. Want dat, die vraag kwam net al even voorbij. Dat weet ik dus niet. Het kan zo zijn dat ze op last van de gemeente, van de burgemeester en dergelijke de boel op en moet ruimen. Of van politie. Het kan ook zijn dat ze eieren voor hun geld kiezen en zeggen van wat gisteren gebeurde, willen wij niet nog een keer. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, voor degenen die dus net weer inschakelen, want ik zie het redelijk snel gebeuren. Wij zijn op het plein. Nogmaals, voor de Eerste Willem. Bij de Tweede Kamer. Met een, nou ja, ik ga niet meer een kleine 200 man zeggen. Ik zeg een dikke 200 man. Stream hapert heel erg. Dat is omdat er heel veel mensen hier in de buurt zijn en ik word natuurlijk helemaal dichtgegooid. Ja, dat begreep ik. Ja, het is even jammer. Mijn stream die hapert wat. Heeft natuurlijk te maken met heel veel mensen hier aanwezig. Heeft waarschijnlijk ook te maken met de locatie waar we zijn. Slecht bereik. Misschien dat er het een en ander toch wel tegengewerkt wordt van mijn stream. In ieder geval, we gaan hem ook live gaan we ook opslaan. En hij komt ook op onze YouTube-pagina komt hij terecht. Als je op YouTube video in verzet invoert, dan vind je onze pagina ook. En daar doen we regelmatig ook de stream opladen. Dan kunnen mensen hem ook later bekijken. En ook voor de mensen die geen Facebook hebben, die kunnen dan ook toch meekijken naar het verzet wat in Nederland gebeurt. Ja, in deze moderne tijd, het gebeurt nog steeds. Er zijn mensen die geen Facebook hebben. Beetje gek om te bedenken, maar ja. Er zijn ook mensen die van Facebook afgegooid zijn. Ja, dat kunnen we ook zeggen. Ondertussen wordt er ook vrolijk gepraat met de politie. Dat gaat ook helemaal goed. Er worden wat steekpenningen hier en daar uitgedeeld waarschijnlijk. Oh, er wordt geroepen. Mag de muziek wat zachter worden geroepen? Nee hoor, niet tevreden, niet hij heeft er moeite mee. Maar hij geeft aan dat we 5 minuten hebben om te vertrekken. Nu laat ik het aan jullie over wat jullie gaan doen. Maar ik heb nog altijd spijt van 21 juni, waarin ik me van de Malieveld af heb laten sturen en in de geheime studio een demonstratie gegeven. Het vrije woord werd gesproken, maar vanavond ben ik niet van plan om te vertrekken, maar ik laat het aan jou over wat jij doet. Ik ga hier zo meteen zitten en iedereen die wil inhaken, hakt. Even een kleine recap over wat staat te gebeuren. De heer Crispijn heeft zojuist opgeroepen. Hoop herrie. De heer Crispijn heeft zojuist opgeroepen. Met een heleboel herrie. Om niet van het plein af te gaan. Er werd geroepen dat er binnen 5 minuten iedereen weg moest zijn. De marché is daar ook het Tweede Kamergebouw nu wat beter aan het verdedigen, zo te zien. Wordt een beetje geroepen hier en daar. Het komt er in ieder geval op neer dat, en dan zal ik even opsommen voor jullie, op het plein in Den Haag zometeen de heer Crispijn gaat zitten. Daarnaast gaat zitten de heer Engel van Virus Waarheid. Daarnaast gaat nog een aantal mensen zitten. En iedereen die ervoor kiest om te gaan zitten en in te haken, die blijft natuurlijk. Er zijn natuurlijk mensen die daarvoor kiezen om in te haken. Andere mensen worden dan toch verzocht om het plein te verlaten. Doen ze dat niet, dan worden zij direct aangehouden door politie. Daarbij is wel de belofte van de politie gemaakt naar de heer Crispijn.
om het zoveel mogelijk geweldloos te laten verlopen, de aanhoudingen. Moment dat die melding werd gedaan door Crispijn, zagen we ook gelijk wat beweging bij de busjes van de mobiele eenheid. En zagen we ook het een en ander aan mensen toch wel uitstappen en... Ondertussen wordt er opgeroepen, iedereen die wil blijven, ga zitten. Dat wordt dus nu heel duidelijk weergegeven. Ondertussen zijn er een paar mensen hun beklag aan het doen. Die hebben het over dat dit niet eerlijk is en dat dit een rare gewaarwording is. Als ik zo'n beetje meeluister. Ondertussen gaan er steeds meer mensen gaan er ook echt daadwerkelijk zitten. Ja, er gaan toch steeds meer mensen gaan er zitten. Er zijn een aantal mensen die denken van ja, niet mijn feestje. Er zijn een aantal mensen die blijven rondlopen. Ja, en zo gaan er steeds meer mensen op niet anderhalve meter, laten we dat even tussendoor zeggen, plaatsnemen op het plein. Wij blijven een beetje Zwitserland, wij willen natuurlijk hier wel verslag van doen, maar... Ja, wij... Mijn Apple Watch begint te blaren, dat moeten we niet hebben. Nou ja, zo gezegd, er gaan dus mensen zitten op het plein. Er wordt geklapt, ze haken in elkaar. En ze hebben nu echt zoiets van... wij staan hier. De 5 minuten lopen over 2 minuten zo te zien af. Om 7:30 loopt het mandaat af. En dan zou iedereen van het plein af moeten zijn. Een aantal mensen die kiezen eieren voor hun geld. Die denken toch van ja, hallo, ik moet morgen weer werken. Of ja, ik moet vanavond nog mijn schoonmoeder uit bad halen. Of nou ja, het kan een hoop redenen hebben. Waarschijnlijk is de hoofdreden dat ze niet aangehouden willen worden. En zo zitten de mensen hier, nou ja, als ik zo even bekijk, toch wel met een goede 100 man in elkaar gearmd inmiddels. Deze kant is een beetje minder, aan de andere kant is het wat drukker. Nou oké, 100 man is misschien iets wat overdreven. 75 sowieso. Ja, er zijn wel meer dan 100 man, hoor. Ja? Ja, zeker. Ja, ik moet de andere kant er even bekijken. Ik krijg net commentaar dat het wel meer dan 100 man zijn. Nou, ik heb het dan echt over de mensen die in elkaar gehaakt zitten. Dat is dan even de vraag of dat ook echt 100 man zijn. Dat durf ik niet te zeggen. Nou, zoals gezegd, een echte viruswaarheid demo. Met lampjes, lichtjes en veel liefde. Revolutie is ook aanwezig. Die zien we al lopen met de grote paal. Oh, dat klinkt zo fout. Oké, ja, nee, dit zijn toch echt wel meer dan 100. Dat durf ik wel te zeggen dat dit er meer dan 100 zijn inmiddels. En zelfs een held in een rolstoel. Ja, die verdient echt wel een apart plaatje vooraan. Hopen de politie een beetje aardig tegen mij met hem doet. 7:30 loopt het mandaat hier af. Dan moet iedereen hier weg zijn. Zoals we hier zien, een hoop mensen. Alles bij elkaar zijn het er denk ik wel een kleine 400, hoor. Totaal hier op plein? Ja, 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 ja. Zeker. Ja, dat wordt steeds meer aanlopen. Nou, ik krijg net een bevestiging van iemand dat alles bij elkaar wat hier rondloopt toch wel een kleine 400 man zou moeten zijn. Ik weet niet of dat helemaal zo is. Ik heb niet de overview om dat allemaal in de gaten te houden, maar 200 sowieso. En rondom staan er ook nog een hoop mensen. Dan komen er steeds meer mensen bij die nog een plekje zoeken om even in te haken. Kijk, en de echte absolute held van de dag, die zit vooraan. De absolute held van de dag. En hier natuurlijk iedereen tussenin. Hallo. En zo zit iedereen er toch wel tussen en bij. Hallo. Ja. En ook in motorpak met motorhelm. Gaan we erbij zitten? Zo, wat al licht, jongens.
Revolutie gaat ook plaatsnemen. En die staat natuurlijk ook voor hetzelfde als iedereen hier staat. En ondertussen, buiten het gedeelte hier, staan ook nog een hoop mensen. Die willen er wel bij zijn, maar die willen niet inhaken. Die moeten vanavond schoonmoeders uit bad halen. We gaan even kijken of we een paar mensen even kunnen vragen waarom ze gekozen hebben om hier te staan en niet daar te staan. Bij voorkeur natuurlijk een Romeo van politie, want ik zie er al twee staan in beeld. Ik zal ze niet aanwijzen, maar ze zijn er wel. Even kijken hoe wat. Ja, dat zijn met name een aantal mensen die we niet moeten gaan filmen. Dus laten we dat vooral niet doen. Sommige mensen mogen wel natuurlijk in beeld komen. Daar moet af en toe een extra lampje op, zullen we maar zeggen. Ondertussen op een prachtig mooie in kerstsfeer gebrachte plein van Den Haag. Lampjes zijn nooit weg geweest. Nee, de lampjes zijn eigenlijk nooit weg geweest eigenlijk, hè? Nou ja. Laten we zeggen, ze hebben het hele jaar door hier hebben ze een feestje. Het hele jaar door is die kerst. En zo wordt er ook nu het een en ander omgeroepen. Vanwege... Ja, ik hoor net in mijn oor gefluisterd door mijn lieftallige assistent Linetje. Hoor ik dat de 5 minuten voorbij zijn. Ik hoor dat iemand een pakketje heeft gekregen... Ja, het is heel slecht verstaanbaar. De wind komt er ook een beetje tussendoor. Zo te zien is er een paars eitje is er, gevonden. Ze hebben blijkbaar iets gevonden wat hier medegedeeld moet worden. Ondertussen letten we even op wat de politie allemaal doet. Want ja, de politie heeft natuurlijk niet verwacht dat ze hier allemaal in gaan haken. En blijven zitten. Revolutie heeft ook ingehaakt. Die is ook aanwezig. Crispijn die zit in het midden. Oh, dan wordt daar een hele grote Zweedse vlag. Een Zweedse vlag wordt eruit getrokken. Die is natuurlijk minder met coronamaatregelen. Ja, de Zweedse vlag is natuurlijk een stuk minder met coronamaatregelen. Of tenminste, Zweden is natuurlijk een stuk minder met coronamaatregelen en dergelijke. Vandaar dat ze nu een Zweedse vlag tevoorschijn hebben getoverd. Geef het door, draag hem met trots. Iedereen weet wat deze vlag uitbeeldt en uitdraagt. Alle maatregelen zijn niet nodig. De andere vlag is een vlag van Hongarije. Ook daar is natuurlijk een stuk mildere omgang met... Er komt nog meer politie bij inmiddels. Oh, ik hoor net gaan we de kant uit van Hongarije of Zweden. Ik hoor iedereen Zweden roepen. Ja, Hongarije die heeft natuurlijk een iets wat andere maatstaaf van regeren dan een merendeel van Europa. Al moeten we ook zeggen, een merendeel van Europa die maakt er momenteel ook een redelijk potje van. Dat kunnen we redelijk stellen. Inmiddels komt er langzamerhand steeds iets meer politie. We zien aan die kant zien we ook dat de politie inmiddels uitgestapt is uit de busjes. Er zijn wat Romeo's aanwezig hier en daar. We hebben ook een Juliet gevonden. Dat is eentje die we al vaker op een demonstratie ziet. En die heeft een videocamera in haar handen. En we zien natuurlijk voor het beeld van Willem I zien wij de Zweedse vlag. Even uitleggen waarom de Zweedse vlag. De Zweedse vlag... Ga eens naar het midden. Ja, ik zal eens even kijken. De Zweedse vlag is natuurlijk een symboliek voor de hele lichte omgang met de coronamaatregelen. En niet een niet serieuze omgang, maar gewoon een hele lichte omgang met de coronamaatregelen. Want in Zweden hebben ze het op een hele andere manier aangepakt, de coronamaatregelen. En dat geeft hier toch een symboliek, om het zo te zeggen. Nou, en voor degenen die nog niet in het midden hebben gekeken... De groep is toch een
Een goede 100 man inmiddels. Ja, ik durf wel een 100 man te noemen. In het midden zien wij de heer Crispijn zien wij staan met een, of zitten, met een aantal witte rozen. De heer Crispijn heeft ook zijn persoonlijke verleden erbij genomen. Vanwege de Joodse razzia's en dergelijke. Moeten we dan... Oh ja, nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed, je hebt een verkeerde vlag op je pet, joh. Ja, je zit in de buurt. Ja, hij zit in ieder geval in de buurt, dat is het belangrijkste. Noorwegen is ook Scandinavië, voor degene die wel vroeger wat voor vlag dat was. Ja, en natuurlijk een heleboel livestreamers hier om ons heen. Iedereen die heeft het aangegrepen om toch even live te gaan, om toch even het een en ander op beeld te brengen. Ook de pers is toegesneld. Degene die ik nog mis is momenteel, hoe heet die flapdrollen? SBS6, NOS, RTL. Ja, het regent, daar kunnen de camera's niet tegen. En zo, ja, is het toch redelijk druk op het plein. Ik denk dat op hoogtepunt een goede 200 man aanwezig is op het plein in Den Haag. Dus dat is zeker de moeite waard. We zien dat de politie inmiddels aan één kant terugtrekt, lijkt het. Of misschien even het rondje maakt. Ja, ik denk dat ze eventjes moeten gaan praten. Het mooiste stunt zou natuurlijk zijn als ze nou inpakken en aan de koffie gaan, zeg maar. Ja, gewoon massaal erbij gaan zitten. Of er massaal bij gaan zitten, zoals Celine het zegt. Ja, dat zullen ze natuurlijk niet doen. Ik denk dat dan de burgemeester van Den Haag zijn haren uit zijn hoofd trekt. Heeft hij die dan? Dat is een goede vraag. Anders zal hij zijn haren uit zijn kont trekken. Dat zal ook ongetwijfeld gebeuren. Dat is meestal zo, hè, met kale mannen. Of niet, Linette? Auw! Ze moest even kijken. En eigenlijk de grootste lawaaimaker hier is toch het café erachter. Dat vind ik wel heel komisch. Want hier wordt gewoon rustig gepraat. De demonstratie is overigens nog steeds vreedzaam. Niemand die heeft elkaar op het tenen gestrapt. Niemand heeft iets verkeerds gezegd. Maar het is... heel vreedzaam. En de grootste herriemaker is het restaurant aan de achterkant. Kleine overzicht. Het binnenhof is volledig afgesloten. Het binnenhof is echt volledig afgesloten. Daar kom je echt niet meer doorheen. Daar hebben ze ook de auto's klaargezet om toch een hoop herrie te kunnen maken. De vraag is ook geweest van de heer Crispijn dat als er ingegrepen zou worden... Dat zo vriendelijk mogelijk zou gebeuren en op vraagbasis. En niet met de wapenstok, de schilden en dergelijke. Nou ja, zoals Linette ook zegt, niet gelijk het meppen. Overigens hebben wij nog geen enkele afvaardiging uit Politiek Den Haag hier gezien. Dat, er loopt wel iemand, maar dat is een bode. Dat is niet heel veel bijzonders. Ik heb ook even op zijn hoofd van ellende. Krijg je als je jeuk hebt. Om ons heen toch toch een aantal Romeo's gespot. En dat is een voordeel als je op meerdere demos komt, dan kan je wat meer Romeo's herkennen. Doen we overigens niks mee, wij zijn geen Romeo-jagers. En voor degene die inschakelen op het plein in Den Haag, iedereen zit... Die wil blijven zitten. 7:30 liep het mandaat af. Want de politie heeft gevraagd dat iedereen weg zou gaan. 7:30 liep het mandaat af. Daar zijn we inmiddels 10 minuten voorbij. Ik zie inmiddels ook een paar arrestantenbusjes daarachter zie ik tevoorschijn komen. Ik zie ook inderdaad aan mijn linkerkant dat de paarden in beweging komen. We hebben meer wagens gezien, dus er zullen bestaan. Er is ook een hondje aan het blaffen. Ondertussen heb ik Justin Bieber. Zo, heb ik Justin Bieber op mijn iPhone aanstaan. Dat kan ook niet helemaal kloppen. Mijn Apple Watch die speest hem een beetje. Zo, nou is beter. We moeten geen Justin Bieber er doorheen hebben. Ja, voor nu is het rustig. Ik verwacht nog geen ingrijp, of tenminste nog niet. Paardjes lopen rustig rond. Weinig bijzonderheden momenteel.
Iedereen die zit gewoon rustig op een kluitje. We gaan dus even wat informatie hier en daarin winnen. We gaan dus even mijn tong water geven. We gaan eens dus even kijken wat er precies op het spel staat momenteel. Wat er gaat gebeuren. Mocht er wat nieuws bij komen, gaan wij direct weer live. Ik hou hem in de aanslag. Ik zal mijn gigabytes en mijn acculading een beetje bijvullen. Zodat wij gelijk weer vol het eraan gaan. Want als ik zo naar de politiemacht kijk, zijn ze wel wat van plan. Als ik naar de demonstranten kijk, willen ze alleen maar klappen. En dat is te horen. Ik zou zeggen, voor nu, tot straks. En mocht er wat zijn, dan horen jullie direct van mij.